Zondag wandelden we gezapig naar onze eerste Supercup. We zagen jonge gasten die het moeilijk kregen en routiniers die floreerden. En dan hebben we het niet alleen over onze eigen wandeltocht van Herentals en Den Bosch al, maar ook over de match zelf. Over florerende routiniers gesproken, hier zijn... Bart. En Geron. En ik ben Thomas Slimbroek. Welkom bij aflevering 274 van de Vierkante Pas. Gasten, Geron, Bart. Bart, Geron. Altijd op de moeilijke manier, hè? Bart. Absoluut. Dat moet toch ook? Dat moet toch ook? En ook altijd met het nodige drama, hè? Ja. Dat er zowel bij moet, zo nog een rode kaart en penalties. En regen. Dit is zo, alles past erbij, hè? Het goede weer had geweest, dan hebben we dat gewoon los het gespeeld. Maar nee, die regen moest erbij. Het lag onder regen. Dat absoluut. Nee, ja, Geron, gaan wij ooit nog een matchje gewoon winnen op kwaliteit? Ja, de finale van Wembley. Ja, voor de mensen die het niet weten, de Geron gelooft er heel erg hard in dat wij dat de sterren gunstig staan voor ons om de Champions League op Wembley te spelen. Je moet dat altijd juist definiëren. Okay. Ik wil dat je er aan meedoet en als je er aan meedoet, wil ik voor dat hoogste aimen en dat niet schier onmogelijk vinden. Ja, oké, ik heb wel kansen nodig hebben, maar kom aan, ik heb vandaag zo op WhatsApp gezeten ook met de heren van de Vierkante Paal en die leggen hun kop al neer voordat je nog maar de voorronde van de Champions League gespeeld hebt. Ja, Europa League is ook al goed. Kom aan, man. Ja, zo ben ik niet geboren. Nee. Voilà, aim for the stars and maybe you might reach the moon. Ja, klopt. Ik wil mee een believer zijn, maar ik kan wel geen magische kristallen anaal inbrengen. Ja, alsof dat ik dat wel doe, Bart. Nee, dat, dat weet ik niet. Als ik zo op mijn stoel heb, dat tok, 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 en de kristallen in mijn poep. Nee. Bon, dat begint hier al goed. We zullen het al eens eerst over de match hebben van gisteren, de Supercup wij speelden. Zoals gebruikelijk in een 4-2-3-1, voor de mensen die dat belangrijk vinden. Buté in de goal, Bataille, De Laat, Alderweireld, Avila. En dan Vermeeren, Youssef ervoor, Ondrejka, de nieuweling op de 10. Zo starten we toch. En dan Mouya, Balikwisha op de flanken en Kerk in de punt. Mannen, zitten daar verrassingen bij, Geron? Is er een van die mannen die je er niet had verwacht? Had je iemand anders verwacht? Ja, het leek mij toch meer dat Balikwisha in de punt stond dan Kerk. Ja, dat is wel wat geëvolueerd doorheen de match. Ja, maar op de vuist stond Kerk in de punt. Ja, dat wel. Maar op de veld niet. verrassingen, nee, niet echt. Ja. Want Jenne Jansen, dus sommigen hadden dan verwacht. Ja, maar als je zo een beetje de media aan het volgen was, dan had je wel het gevoel dat hij niet ging shotten. En dat die 16-jarige niet direct in de spits weer gesmeed, dat snap ik ook. Ja. Dus nee, dat was niet een super grote verrassing. Ja. Bart, waren de verrassingen voor jou? Had jij Eleni Kenya in de spits verwacht? Of iemand anders? Ergens anders? Ik had verwacht dat hij misschien nog wel een optie ging zijn met een Balikwisha op de 10, Ondrejka op links misschien wat meer. Mm-hmm. Dat het zo op die manier zou kunnen zijn, maar op zich vond ik het een logische opstelling. Ik zou het misschien buiten dat één wisseltje het feitelijke hetzelfde doen als meneer Van Bommel. Meneer Van Bommel. Victor Udo zat op de bank ook. Aanvaller. Ik was die mens al een beetje vergeten, eerlijk gezegd. Die was vorig jaar in het voorjaar 2023 aangeworven als aanvaller, maar ook als rechtsmidden en rechts en bak en misschien zelfs links. Dat was zeer onduidelijk. Er was niks te vinden over die mens online. Ik had die niet verwacht op de bank. En kijk, daar, misschien was dat dan de verrassing van de dag, dat Victor Udo op de bank mocht zitten. 18 jaar. Ik heb hem een paar keer zien rondlopen en ik kende die niet. Ik dacht, van wie is dat? Ik moet moeten opzoeken ook. Maar wie is dat in die? Dan bleek dat niet een Udo te zijn. Niet de zanger, maar de voetballer. De Udo. Ja.
Ja, de verrassing dat hij op de bank is blijven zitten ook. Ja. Dat hij niet meegespeeld heeft, dus ja. Ik ben er met een Bob, die zat achter mij. Ze zijn er ook een paar minuten over bezig geweest. Wie is dat nou? Wie is dat nou? Ja, ik was hem ook vergeten. Maar kijk, hopelijk kan hem... Kan een flitsen van het seizoen, hè? Ik ben benieuwd. Nog even op een serieuze noot. Is het geen nieuwe Avadongo? Ja, voilà. Ik weet niet wat hij ooit de bank heeft gehad, Avadongo. Ja, ik dacht, het is één keer. Of Europees misschien, toen het er echt zoveel geblesseerden waren. Ja. Moeten we eens opzoeken. We hebben een superfan van Avadongo als luisteraar, dus die gaat dat met plezier opzoeken voor ons. Laat het maar weten. En op Twitter smijten. En op Twitter smijten, voilà. Op een serieuze noot, er was... Mensen hadden verwacht dat er een eerbetoon ging komen voor Bram Broeks. We hebben het in onze vorige podcast over gehad. Ik heb nu toevallig met de schoonbroer van Bram Broeks gepraat op de tribune. En blijkt dat het wel degelijk aangevraagd was, maar dat die Supercup zo'n heel aparte regeling is en dat het allemaal blijkbaar in de praktijk niet ging. Niet omdat het in Antwerpen niet wou, maar omdat van hoge rand niet mocht. Maar ze zijn dus blijkbaar wel van plan om het tegen Cercle te doen. Hè. Dus mensen die al boze brieven aan het schrijven waren naar de club. Het ligt daar ik niet aan. Ik had dat vermoeden al wel. Ja. Voilà. Even kijken. Ja, dus de eerste helft start. En die begon al snel redelijk goed. Bart, jij wordt in het stadion. Geron, jij wordt niet in het stadion. Waarom niet, Geron? Waarom kom jij niet gewoon naar het stadion? Omdat ik een paar weken geleden op een zotte dag tegen de rest van de familie heb gezegd: oh ja, kom op barbecue. Ik heb nog niet van barbecue gekocht. En we hadden spontaan agenda's naast elkaar op deze dag op gisteren gesmeten. Ja. En ineens had ik zoiets van: fuck, ik moet op stand bakken terwijl het voetbal is. Want ja, dat is ook mijn taak. Vleesbakker. Ja, ik had echt wel vlees uit Zuid-Amerika gaan halen. En we hebben gisteren, we waren met 12. En we hebben 4 kilo vlees en dan nog 2,5 kilo ribben erdoor gejast gekregen. Niet slecht. Dus dat is lekker. Volgende keer dat de Ziggy nog eens in de podcast zit, kunnen we weer culinaire praatjes houden met hem. Jij hebt alvast geen 22 minuten moeten wachten op een hamburger. De Bart wel. Ja. Je hebt dat getimed. Ja. Het heeft met de betaling te maken of met gewoon een hele slechte bakker? Het heeft met de betaling te maken. Het werkte niet. Dus, en ik had de dochter een hamburger beloofd en dat moet hij doen. Dus heb ik hier mooi 22 minuten gestaan. Amai, respect, jong. We gaan toch nog een beetje over het voetbal proberen te praten. Dus de eerste helft, die begint goed. Bart, daar was ik. Ik hoop dat je toen nog niet of niet meer in de rij stond van de hamburgerkraam. Want na 9 minuten was het rust. Na 9 minuten was het al prijs. Wie lag je aan de basis? Girano Kerk. Wil ik even benoemen. Die mens krijgt veel shit over zijn kop altijd, maar deed dat goed. Wilde jij de rest uitleggen, Bart? Kerk krijgt er een bal op rechts. En ja, ik vind dat je dat echt perfect doet. Die man afhouden, feitelijk zijn kont achteruit zetten, zodat hij een verdediger er zeker niet aan raakt. Een beetje wat terugdraaien. Even afwachten, het overzicht bewaren en perfect doorspelen naar Bataille. Die op zijn beurt perfect doorspeelt richting Balikwisha. En ik denk dat hij zijn gemakkelijkste goal in zijn carrière gemaakt heeft. En ja, het was... Zo zeg het er niet uit, hè. Het was zo gemakkelijk dat hij niet kon kiezen welke voet. En dan heeft hij die man met twee voeten... per ongeluk in de goal shot tegelijkertijd. Geron, jij hebt het op tv gezien, achteraf dan, na je barbecue. Ik heb de herhaling ook gezien vandaag. Ja, dat was echt mikken op de keeper benazen. Van, echt, kan ik het mij zo moeilijk mogelijk maken, terwijl het maar een meter van de goal staat? Echt? Van, dit is te gemakkelijk. Ja. Ik had mezelf eens... Dan heeft een extra uitdaging. Hij zat, dus we hebben nog een paar chances gehad in de loop van de avond. Ja. Wat ik wel heel mooi vond, was Bataille, die ik met mijn echt ver. Want zo, het moment dat je die actie nog eens opnieuw ziet, dan denk je van, die komt echt die 20 meter, sprintje. Die van Mechelen liepen weg, allemaal wel niet mee, dus dat helpt ook wel. En
Ja, Balikwisha stond ook echt alleen. Er stond zelfs geen verdediger in de buurt. Ja. En dan toch nog ja, het moeilijk maken. In die eerste 10 minuten liet onze nieuwe Zweut ook zich wel opmerken, denk ik, Geron. Wij in het stadion toch. Mm-hmm. Ja, dat was echt een prikkelend aangezicht om die mensen over het veld te zien. Ik zie één probleem met Andreka. Ja? Van ver trek je kaart op Tuur Vermeer. Oké, voor mij, ik wou zeggen op Moeia. Ik had moeite met Moeia en Andreka. Ja, op tv is het echt allebei zo'n blond koppeken en die lopen allebei bij elkaar in de buurt. Ja. Ik kan ook zien dat de tegenstanders gewoon het ook niet weten van wie je na de bal. Misschien met Moeia erbij in het stadion live zou kunnen, maar op tv was het echt... Ah, oh, dat is goed van mij vermijden, wat ook. Oh nee, het is een andere. En omgekeerd. Dus, Ja, en wat vonden we dan Andreka zelf? Als we zeker zijn dat het Andreka was. Ik kan mij nog zoveel plezier aan beleven. Als dit zijn eerste match is. De manier waarop hij een speler uitkapt. Langs de lijn nog even een bal wegtikt en toch nog voorzet. Alleen hij had kunnen scoren, hij had een assist kunnen nemen. Dat is er net niet gekomen in zijn eerste match. Maar zeer veelbelovend. Nou, Bart, wetende dat hij eigenlijk een flankspeler is, die dan nu zo wat depaneert op de 10 en nou, regelmatig maar zichzelf ook dat hem zowel een flank 10 als spits is. Zet hem dat zelf? Ja, dat heb ik in een artikel gelezen van de week, dat hem op de flank kan, als een 10 kan of als spits kan. Ja, dan geloof ik het wel. Dat is slim gezien. Spelers die zeggen, ik kan alleen centraal achterin, die hebben het moeilijker. Maar als je zegt van, ik kan alles, altijd gemakkelijk. Ja, Tim, is ook wat denken dan die eerste match van Victor Fischer. Die was ook heel veelbelovend en heel dreigend en frivol. En weet ik allemaal. Dus laten we hopen dat Andreka het kan, iets langer kan rekken. Zijn goede het verschil is wel, hij komt in een goede ploeg terecht. Een ploeg waar er ook nog wel wat voetbal in zit, waar er vertrouwen in zit. Terwijl Fischer kwam toen in een volledig andere ploeg terecht, denk ik. En ik denk dat Andreka beter is dan Fischer. Hopla. En deze ploeg ziet ook veel meer automatisme dan die ploeg van toen. Dat was echt, bij wijze van spreken, 11 nieuwe. Ja, dat was ook nu bij het overdrijven. En bij deze ploeg is dat niet. Vaak, zo goed als het geraamte van vorig jaar, staat er nog altijd wel. En wat ook mooi was om te zien, direct naar werken, want die bleef lopen. Van voren naar achter, dus natuurlijk nog een goede fysiek achter. Want hij is vervangen in een 80ste minuut, geloof ik, zoiets. Zal zoiets zijn, ja. En die kwam in dat veld en die zag je altijd vriezen, vond ik. Het voordeel dat hij natuurlijk heeft, is het seizoen in Zweden is al wel even bezig. Dus hij komt feitelijk in topvorm naar hier. Dan heb ik misschien zo een beetje schrik voor zowat het Juklerot scenario te zien. Van, direct in vorm, keigoed, maar dan zo in de loop van het seizoen, dat gewoon zowel die fysieke als die mentale vermoeidheid ook begint op te treden. Dus nu in januari, dat weten we nu al. Ik ben ook mug in januari, dus ik snap de mensen. Na de 1-0 viel ook heel snel de 2-0. Maar het mocht niet zijn. Denk voor de mensen in het stadion, zoals jij en ik, Bart. Verwarrende fase, want ik was net nog een toog toen ik gejuich hoorde achter mij. Dus ik kwam naar de toog en ik zie daar de tv's die aanstaan. En dan krijg je zo heel het zicht van, de herhaling van, een goal, maar ook duidelijk offside. Maar dan zie je de VAR allerlei ingrepen doen en dan moet uiteindelijk Visser zelf nog gaan kijken. Het was heel verwarrend, maar een intelligent persoon heeft mij vandaag uitgelegd dat de VAR blijkbaar eerst zekerheid moest hebben over een hensbal van Mechelen of zo. Geron, heb jij daar meer Ik dacht dat het een hensbal was van Kerk. Ja. Van Kerk, zo had ik het ook gezien in het stadion. Dus dat is het rare. Dat is knap. Want als het nu geen hensbal is van Kerk, of wel een hensbal, heb je het vervolg ook al gezien. En je zegt duidelijk dat de bal anderhalve meter buiten spel stond. Dus dan is het wel degelijk. Het zou kunnen dat ze dat eerst moeten checken, maar why? Als je al ziet wat er vlak daarna is gebeurd, dan weet je, de goal wordt toch afgekeurd. Protocol is protocol. Jongens. 3 minuten, hè?
dan heeft die intelligente persoon die ik daar straks sprak, toch misschien toch niet zo intelligent dan. Hè? Kijk. Mechelen, Geron, Mechelen. We hebben die nu 3 keer zien spelen op 4-5 maanden tijd tegen ons. Wat is dat met Mechelen? Ik word er zelf aan betant van. Ik draag KV Mechelen, de club, een redelijk warm hart toe. Maar op het veld, verdedigend, dat is toch echt om te lachen. Ik maak mij zorgen over KV Mechelen het komende seizoen. Jij ook? Ja, ik heb een paar vrienden die Mechelen supporters zijn. En die zeggen juist hetzelfde. Van, gaan we het hiermee doen? Ja. Er is niet veel verandering gekomen sinds dat wij er een beker tegen hebben gewonnen. Mm-hmm. En ja, ik denk gewoon ook dat ervoor... Ja, ik weet niet of dat er juist een man is. Mm-hmm. Ik weet het niet. Ja, ik heb daar... Die gaan teruggelast hebben deze jaar om uit de degradatiezone te blijven. Daar ben ik redelijk zeker van. Ik vrees het ook. Want Bart, ik weet niet of jij dat ook zo ziet, maar Mechelen is voor mij de ploeg bij uitstek. En dat ligt dan wel degelijk aan de coach, die altijd, maar altijd, van achter probeert uit te voetballen, omdat ze dat eens op tv hebben gezien bij Manchester City. En die kunnen dat niet. Dat is een pijnlijke vaststelling. Maar als ik trainer zou zijn, als dat 2-3 keer mislukt en je verliest een bal op 20 meter van je eigen goal, en dat gebeurt nog eens en nog eens, dan zeg je op een duur toch, oké, mannen, shot hem maar gewoon weg. Ben ik verkeerd? Ja, maar dan is een bal kwijt op 40 meter van de goal. Dat is basically. Ja, ik weet het, maar dat is wel een stuk verder, hè? Ja. Maar ik heb dat gisteren ook 2 keren gezegd, denk ik, van wanneer gaan die dat nu eens leren? Shot je een bal gewoon naar voren? Want, ja, dat uitvoetballen. Ik denk dat wij nu ondertussen al wel genoeg hebben getoond dat wij te vinnige en gretige spelers hebben vooraan, die dat niet laten gebeuren. Die er nu zeker al weten van. Ze gaan weer het voetballen. Hier valt die te grijpen. En die al gewoon automatisch al druk beginnen te zetten. En toch blijven die dat doen. Ik vond het echt... Maar ze hebben nu ook die onbegrijpelijk. Die nieuwe spits, wat is het? Lauberbach of zo heet hem? Ja, zoiets. Zoiets, hè. En dat is een grote gast... Die dat perfect op zo'n lange bal zou kunnen anticiperen. Maar die is tot dan halverwege... die is tot dan eigenlijk in zijn eigen middenveld, halverwege in een helft. Maar ook als opdracht van de coach om daar die een bal te krijgen, maar die krijgt die een bal ook niet. En als je dan een lange bal geeft, dan stot dan niemand, want die is tot in het midden. Dus het begint al met die eerst tegenover je verdediging te zetten en laat die een bal maar komen. En dan kan je de rest opschuiven, maar als dat de opdracht is van je coach, dan kun je die lange bal ook niet geven. Nee, maar zelfs bij doeltrappen, dan is dat koeken naar de centrale verdediger, naar de bak terug naar de keeper. Mannetjes, all day long, hè. Ik begrijp het plan van ofwel hebben die coach, speciale statistieken, dat ze willen dat hun verdediging heel veel de bal raakt. Wel, want ik was aan het doen komt, denk ik. Is dat zo'n fetish bestuur van KV Mechelen? Mocht niet worden dat we eindigen, maar ik wil 500 passen per match. Misschien kunnen er weddenschappen op afsluiten. Hoeveel keer heeft de centrale verdediger de bal gerakt? En ze die keiveel geld moet verdienen. Ja. Zo, 5 baltoetsen en dan verliezen we de bal. Oh, weer al 100 euro's. Waar zie je Mechelen eindigen in de competitie? Bart, wat denk jij? Ik vermoed dat die het een moeilijk seizoen gaan hebben. Als ik mij niet vergis, speelt de laatste 3 spelen zo'n soort van... Er zijn 2 rechtstreekse zakkers en de derde laatste die speelt een soort eindron. Ja, ik denk dat ze gewoon serieus moeten knokken voor boven die lijn te blijven. Ik verwacht een ploeg gelijk Eupen, verwacht ik daar ook. Mm-hmm. Maar ja, die verwacht ik daar al, zoals iedereen, al... Ja, 10 jaar. 7 jaar. Maar die slagen er toch altijd in voor juist boven die lijn te blijven. Mm-hmm. Geron, ik denk dat ze het moeilijk gaan hebben. Ja, Geron? Ja, ik denk ook dat wordt degradatievoetbal dit jaar. Zeker, ik heb ook de eerste 5 matchen gezien dat ze moeten spelen. En dat is echt al direct...
Anderlecht, Union, Club Brugge. Na de eerste vijf matches speel je al degradatie, denk ik. Ja. Dus het is niet dat die met een voorsprong als gewoon kunnen beginnen. Nee, vreselijk. Het wordt moeilijk. Succes, kakkers. De tweede helft, dat moeten we natuurlijk ook nog bespreken. Er was nog een schoon schot van Avila, dat hebben we nog niet... Ja, dat is waar. Ja. Ik heb geen notities genomen. Ik was in het stadion. Ja, maar echt, die gaat er zo nog wel eens in een echt een haak in knallen van op 40 meter. En dat die wel wat poeier in die billen zitten. En echt altijd benauw van het stilstand zo... In keihard, die bal ging echt recht. Ja. Ja, is dat niet, hè? Maar ik wil even zeggen, want dat is al een tweede keer of een derde keer dat je zo'n schot geeft, dat je dan toch even zo, wow, even met beschiet. Het kan een keer lukken. Ja. Ik wou ook iets positief over Avila zeggen. En wel, van in de tweede helft komt Avila iets minder. Schoof zet daar ook van die shot. Een rode kaart voor onze vriend Gaston. Ik denk dat er niet echt over te discussiëren valt. Ja, het was net en hij schoof wat door. Hij schoof zwart door. Bart, voor mij in het stadion leek dat direct duidelijk dat daar rood was. Ja. In de herhaling. Als je het dan vertraagd ziet, dan denk je misschien nog van... Maar, allez, als het tegen een speler van ons gebeurt, zou ik woedend recht springen. Ja, ja, maar gezien... Dat was dubbel rood. Ja. Je ziet wel, het is ook door, denk ik wel, effectief het natte weer en het feit dat je wat harder glijdt, dat hij glijdt naar een punt waar hij op dat moment je speler nog niet is. Mm. Maar je zet zijn voeten nog wel. En ja, dan komt hij daar tegen en dan kan dat heel vies zijn. Ja. En ik denk wel dat het rood is, maar het was absoluut niet smerig van pakken om te pakken. Dat was het niet. Nee, maar ja, de intensiteit... Om in de middencirkel met die intensiteit erin te vliegen, met een takken langs achter. Dat is allemaal niet slim. Dat zou Vines nooit niet doen. Nooit, maar dat moet je een penalty trappen. Ik vond het wel een mooi beeld voor te zien. Dat heb ik in het stadion zelf niet gezien, maar nadien wel op de samenvatting. Die rode kaart wordt getrokken en de camera gaat direct naar Van Bommel. En die bevestigt gewoon... Zo tegen de grensrechter, waar het hem al... Ja, ik denk na de match dat hij beste vrienden zijn, want ik denk dat die elkaars levensverhaal kennen, want Van Bommel zit er heel de tijd tegen te babbelen. Maar bevestigt ook zo tegen de grensrechter van... Ja, oké. Okay. Ja. Deze is... Ik kon hier niet over zagen. En hij gaf Avila ook nog wel een knuffel toen het hem afging. Wat ook belangrijk is, denk ik. Als ze er eens over zo'n bolk weten, het was... Dat is absoluut vriendschappelijk met jou, jongen. Even iets op de blaren zitten. Ja, Van Bommel is natuurlijk ook wel een speler die weet wat het is om met rood van het veld te gaan. Ja. En dat hij niet het leukste is. En dat hij ook niet altijd die bedoeling heeft. Maar... Mm. Heeft hij veel rood gehad van Bommel? Ja. Toch dat wel. Veel te weinig rood gekregen gezien de ronduit. Kortige ingrepen dat hij soms deed. Maar ja. Hij heeft dan altijd wel wat gehad. Dat moeten we eens opzoeken. Ja. Bart, dan wordt het nog 25 minuten ongeveer, pompen of verzuipen. Maar ik vond wel dat wij nog zelf ook enkele goede kansen kregen. Ja, absoluut. Ik vond feitelijk het gegeven van pompen of verzuipen, vond ik echt nog wel goed meevallen. In theorie gewoon het spijtige wordt het dan pompen of verzuipen. Ja, ik vond het... Feitelijk vooral, oké, die rode kaart kan vallen, maar die wedstrijd moet al gespeeld zijn. Mm-hmm. Feitelijk moet de rust gewoon al 2 of 3-0 voorstaan. Zeker als je ziet, die eerste 25 minuten was KV Mechelen nergens. Maar ja, na die rode kaart kreeg je inderdaad nog wel wat kansen. En je geeft feitelijk ook niet veel weg. Nee. Zelf nog. Nee. Ja, de goal van Mechelen... Als we er ineens... Ja, natuurlijk. Als we die ineens aanraken, is ook maar gewoon een ongoal. Hij is ook... de laatste wil hem wegwerken, raakt hem slecht, schat hem de bal wel slecht in. En ik denk ook waar het de aanvaller staat. Maar het is niet dat Mechelen zelf de bal tussen de palen heeft getrapt.
Nee, nee, klopt. De goal heeft gemaakt, ja. Ik zal het zo zeggen. Nou. Ja, met het eerste schot zat wel tussen de palen. Nou. Ja. We hebben tegen twee ballen moeten pakken. Die en nog een ander schot. Nee, drie. Eentje van Schoofs en twee van Lauderbach, hoe weet het dat het heet. Maar ja, ik denk dat Richie zijn eigen even miskeken heeft ook op de, die andere in FNM stond, want hij had een bal nooit kunnen hebben, zei ik in de herhaling. Maar ja, dat is een reflex. En Richie is ook een spits, hè. Die is in een goal. En dan, ja, ik kon er even neer niet liggen. Ja. Het was daar ook al stralisch weer. Tor instinct van de Richie. Hoe dat we dat ook weten, dat is gewoon even een bevestiging van die kunnen ook even in de spits zitten. Het moet. Ongelukkig, hè. Zeker ongelukkig. Voor de tegengoal was er al het iconische moment, nu al, van de wederoptreding van Sam Vines. Voor het eerst sinds oktober 22, dat hem bij de A-ploeg speelt tenminste, bij de belofte net. Was het oktober? Heeft hij in oktober zijn scheen meegebroken? Ja, ze, dat is later, ja, toch... kijk, dat is hetgeen wat er met een research is gekomen. Dat was vlak voor het WK, dat is een scheen meegebroken. Gebroken. Dus. Ja, ik heb opgezocht wanneer zijn laatste match. Ja, dat was in oktober. Laatst gespeelde match. Ja, dat was in oktober. Oké, ja. Dus lang geleden, hè? De eerste minuten terug. Minuut 71 erin gekomen. En natuurlijk vooral om Avila zijn plaats in te nemen. Ik heb al gemengde dingen gehoord. Ik zal eerst mijn gedacht zeggen, want we weten dat we met een superfan zitten. Ik vond Vines degelijk invallen. De penalty in de penaltyreeks, ja, dat kan gebeuren. Maar ik vond hij wat goede dingen doen. In het begin voorzichtig, zoals dat we hem kennen. Eerder met de blik naar achter de veilige optie kiezen in balbezit. Maar met dat het 1-1 werd, vond ik dat hij wel prima zijn job deed. Namelijk de achterlijn proberen halen. En ik uiteindelijk heeft hij dat goed gedaan. Geron, voor u nu het podium voor uw ode. Ja, ik krijg dan zo'n beetje een vergroot glas. Dan moet ik die match uitkijken en dan nog eens terugspolen en dan nog eens kijken en alleen zien wat dat Vines aan het doen is. Gewoon om alles te kunnen beamen of te weerleggen. Mm. En effectief, in het begin voorzichtig. Ben ik het absoluut mee eens. Maar ook twee keer echt de bal afgepakt ook. Er is niemand voorbij gerokt op dat moment. Hij heeft ook geen fouten gemaakt. En dan heb ik hem toch iets zien doen dat ik eigenlijk Avila nog maar heel weinig heb zien doen. Dat is de achterlijn halen. Mm-hmm. Avila zie ik heel weinig tot om die achterlijn komen. Bataille doet dat wel. Avila zet je meestal voor de bak eigenlijk. Zoals dat we ook gescoord hebben tegen Genk. Maar hij heeft wel twee keer de achterlijn gehaald, twee keer een hele goede voorzet gegeven. Ook twee keer een corner getrapt, zuivere, goede corner getrapt. En de tweede was, vond ik iets minder, die was iets dicht. Ja. Maar dan ook van die kant heeft hij nog een hele mooie voorzet gegeven. Dus ik heb zoiets van, ik denk wel dat we daarmee mee kunnen starten, nu de Avila waarschijnlijk even niet ook kunnen spelen. En niet vergeten dat hij vorig jaar ook gewoon gespeeld heeft, terwijl we een hele keer gewonnen hebben. Ja. Voilà. Ik snap niet waarom iedereen daar zo paniekerig en negatief over doet. Ik hoor daar niet bij. Misschien een Bart wel. Bart, wat vind jij van Vines? Nee, want ik vond dat een zeer degelijke invalbeurt. Ik vond er niks op aan te merken. Zeker niet als je ziet ook van, toch wel lang niet meer gespeeld. Mm-hmm. En dat is toch wel ineens een ander tempo en gegeven dan wat vriendenmatchen in de voorbereiding. Mm-hmm. Ik zie er ook op zich geen probleem in met die te laten starten. Ik zou ook niet goed weten hoe dat we het gaan doen. Want ga je dan Bataille op links zetten? Oké, dan moeten op zoek gaan naar de rechtsback. Wie zit er nog? Krasnici. Mm-hmm. Maar die heeft vorig jaar, dat is al geleden sinds augustus, denk ik. Dat hij misschien nog minuten heeft gemaakt. Dus ik vermoed dat ze daar toch ook niet genoeg geloof in hebben. Mm-hmm.
dan komt ineens ook bij het gegeven dat het misschien toch wel achteraan de spoelingwet aan de dunne kant is. Ja. Wat wil ik nog zeggen? Ik ben het al kwijt, potverdikke. Maar ik heb ook gezien gewoon, oké, ze zijn een penalty gemist, maar dat gebeurt dat je, een penalty trap kunt missen. Dus een tijdens een penalty reeks zijn er eigenlijk alleen maar winnaars en dat zijn de keeper. Want een voetballer hoort hem er gewoon niet te shotten. Ja. En, maar ik heb ook wel, hij is heel veel in beeld gekomen na zijn penalty, terwijl het een Federici stond. En ja, dan zie je wel ook heel veel volk mee rond in een nek springen, hij rond, en dus die hoort echt wel bij die groep bij. En ik denk dat je echt een kakspeler bent, dan is dat niet. Nee. En dat is zeker niet het geval. Ik ben ook wel, dat was wat ik wou zeggen, benieuwd naar de evolutie dat hij heeft doorgemaakt. Hij heeft lang geblesseerd geweest natuurlijk, maar inderdaad, zoals gezegd, Geron, vorig jaar in het begin van het seizoen quasi alles gespeeld, heel veel gespeeld, toen het uitstekend ging met de Antwerp. Ik ben benieuwd naar zijn evolutie als voetballer, als links en back, om zo lang onder Van Bommel te spelen, te trainen. Want ja, hij kwam dus uit Amerika, dat weten we nog allemaal. Hij heeft al een paar verschillende trainers versleten ook bij ons. En ik denk dat zo'n gast wel veel kan oppikken van de Van Bommel. Absoluut. En die heeft heel, heel fijne pasjes. Dus zo, je krijgt een bal en die speelt in een, zeker als hij hem voorspeelt, opzij. Echt perfect naar Vermeer was het dan, waardoor hij kon doorlopen. En hij kreeg die bal ook terug van Vermeer. Wat ook wel iets anders is geweest met Radja. Als die Radja had geweest, dat is eigen omgedraaid. Ja, die draait zijn eigen om. En dan krijg je zo'n vangst van voor die echt wel een zuivere voorzet. Maar dan nog, die mag 10 goede voorzetten geven, 1 is slechte en dan gaan er nog mensen zijn, joh, zeker niet voorzet. Ja, ik heb zelfs gevoel, mijn vangst als mijn kerk. Achter mij in de tribune zitten ook vaak mensen dat eigenlijk als kerk de bal verliest. Ja, dat is een flankspeler, die doet dribbles, die probeert dingen, die neemt risico's en dan gaat de bal wel eens verliezen. En eigenlijk als dat gebeurt, dan is het wel prutser. En dan denk ik van, allee, ziet je pre-assist dan van onze eerste goal, zie je zijn belangrijke goals vorig seizoen. Je kunt die mensen ook niks verwijten van werklust of dikwa. Allee, ik zal pas aan het antwoorden op de speler van ons als ik zie dat hij aan het slenteren is of zo. Maar die mannen die geven toch alles en we winnen alles. Dus allee, wat kunnen er allemaal tegen hebben? Hebben jullie al een mening kunnen vormen over Georges Ilenikenna? Want die is dus ook ingevallen, zeer kort. Net zoals Van den Bos en Scott nog 5 minuten mogen opdraven. We mogen er iets aan verwachten gezien zijn prijskaartje. Of zeg je, dat telt allemaal niet mee, Bart? Hij kan een penalty trappen. Dat weten we wel. Bij die 2 ender die zijn ingevallen, of 3 ender die zijn ingevallen, was dat bij minder. Ja. Dus voor de rest niet veel over te zeggen. Hè. Korte invalbeurt, dus ja, dat is ook niet. Dat was ook geen gemakkelijk moment in de wedstrijd. Het is gemakkelijker voor zo een gast in te vallen als het al 2 of 3-0 staat en er zit wel wat minder druk op. Het is zo'n dubbele, hè? Van, ja, een prijskaartje, ja, dan verwachten. Voor naar Antwerpen normen, toch zeker bij wat we gewend zijn, is dat een enorm bedrag. Maar anderzijds is hij ook nog maar 16 jaar. Ik bedoel, voor hetzelfde geld, als dat met verlengingen net geweest, had je vandaag dat geen grote vakantie geweest, had je vandaag moeilijk uit zijn bed geraakt voor het school. Hè? Ja. Daar moet ook wel rekening mee houden. Nu, dus, hij is wel een paar keer betrokken geweest in samenspel. En dat zat wel direct gewoon. Dat was direct kaatsen, bal opzij. En die 3 keer of 2 keer dat hij dat moest doen, kwam die bal ook wel aan. Dat vind ik ook al wel fijn om te zien. Oké, hij heeft een bal nog niet voor goal gekregen, nog niet kunnen afwerken. Maar op dat deel van het spel heeft hem 2 keer of 3 keer betrokken geweest. En 2 keer of 3 keer was het ook goed. Ja. En dat vind ik wel oké. Ja. Alright. Okay. Ik denk dat dat wel een fantastische combo kan worden met Jensen. Ah, wel, dat wil ik ook nog wel vragen. Vind je dat hij en Ilenikenna de vervanger is van Jensen? Of is het net de bedoeling om die samen uit te spelen, Bart?
Ja, ik denk dat het alle twee kan. Maar ik zie er wel mee wat ik er gisteren van heb gezien en al heb gelezen. Ik zoiets van, dat kan hier wel een heel complementair duo zijn. Mm-hmm. Jensen als meer de targetman, de bliksemafleider. En dan de George met zijn snelle voetjes, de rot. Dan zou ik de 4-4-2 gaan spelen. Ja, bijvoorbeeld. Oké. Op het middenveld was het Vermeer en Youssouf samen. Dat is nog maar de derde keer of zoiets. Dat die samen op het veld staan. Wat vonden jullie? Werkte dat goed voor jullie, Geron? Ja, ik vond het wel in... Bij mij opviel met dat penalty. Ik kijk maar even naar het einde. Vermeer in beeld. Ja, hij is gegroeid. Maar niet gegroeid qua... ook qua spel waarschijnlijk. Maar... het echt 100% snotneuzerige was eraf. Die zag je ineens, een schuit gekregen in zijn gezicht. Zo, ineens werd dat zo, ja, dat is alright, het is een vent aan het worden. Dat zeiden ze op zijn scoutscamp ook deze zomer. Hij heeft hem zijn stotum dan gekregen. Ik ben allemaal jaloers met wat de Vermeer al verdient, denk ik. En ja, absoluut. Ik was Youssouf al, ja, door Keita was ik die een beetje vergeten. Oké, je weet dat nog wel, Youssouf was gewoon goed. En dan zie je de gisteren spelen en dan denk je van, ja, die hebben gewoon dat middenveld gecontroleerd. Mm-hmm. Ik wil het nog wel tegen strafferploegen ook zien. Maar ja, als dat die combinatie, Andrejka, hun twee en dan hebben we ook een Ekkelenkamp, dan denk ik voor dat middenveld dat wij toch al wel stevig zitten. Ja. De Laat en Alderweireld samen. Lukte dat goed, Bart? Ja, ik denk dat beide ook niet zo enorm veel werk hadden op te knappen. Mm. Ik denk als Michele al eens kwam dreigen, hij toch zeker pakt in het eerste uur van de wedstrijd, en dan werd hij dikwijls al door het duo Youssouf Vermeeren, werd dat al gecounterd feitelijk voordat De Laat en Alderweireld onder druk werden gezet. Dus in de zetel. Waar dat ik feitelijk een beetje aan denk, is van ja, ik hoop dat Vines feitelijk helemaal ontbolstert en dan kunnen we gewoon spelen met Avia. En Alderweireld. Avila, met 1 L. Het is met 2 L. Avila. Er is hem gevoel. Avila. Ja. Ja, juist, juist. Dus met Avila centraal, is dat wat je bedoelt? Ja. Oké. Okay. Naast Alderweireld. Ja, ik zou er ook wel eens van den Bossum eens willen. Ik wil dat we met Pacho hebben gedaan. Pacho Alderweireld. Alderweireld die Pacho mee op sleeptouw pakt. Zou ik er toch van het jaar ook wel iets meer de zin van een bos willen zien, die op sleeptouw wordt gepakt door zo'n een Alderweireld. Mm-hmm. En dan zou ik, ja, Bataille, die misschien naar Augsburg gaat, als ik dat juist gelezen heb. Ja, er is iets voor mij aan de rechterkant, geen centrale. Mm-hmm. Okay. Dat is tegen zijn voet, hè? Nee, dat is niet tegen zijn voet. Ja, die is tweevoetig, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Is hij tweevoetig, Thomas? Perfect tweevoetig. Daarmee dat hij met zijn rechtse zo schoon in de winkel ook kreeg. misschien ook wel verrassend dat onze vorige fantastisch debuterende superster Valencia weer geen minuten heeft gemaakt. Is dat vreemd voor jullie? Zou het misschien anders zijn geweest als Avila geen rood had gepakt? Want ik kan wel zeggen, alle flankspelers zijn vervangen geweest, maar Valencia is wel op de bank gebleven. Is dat al, moeten we daar al iets in zien? Ik denk dat dat te maken heeft met Avila ook. Ook kwestie dat hij is van voren spelen met één in de punt. Mm-hmm. Dus de flankspelers zijn niet vervangen door andere flankspelers. Nee, Kerk is vervangen door Vines inderdaad. Ja. En dan is Christingen opgekomen, Christoffer. Ja, inderdaad, Scott en Van den Bos vermoeden. Ja. Van den Bos. Ja. Dus die zijn niet vervangen geweest door aanvallers. Ja, dus we mogen nog hopen... Dat is nadelig voor Valencia, denk ik. Ja. Alright, we mogen nog hopen op Valencia dan. De penalties... Scott,
Sorry dat ik nu even onderbreek, maar die Scott... Ik had gisteren ook weer zoiets na de wedstrijd en ook na zijn penalty. Ja. Ik heb er nog geen enkel invalbeurt van gezien waar ik van denk van... Ah, die moet meer minuten krijgen. Mm-hmm. Nee, elke keer is dat zo een zoutloze invalbeurt. Ik zie het niet. Ja, ik weet ook niet goed wat dat is. Is dat een aanvallende middenvelder? Is dat een verdedigende middenvelder? En in beide gevallen zie ik niet meer dat hem zou moeten doen om dat te bevestigen. Mm-hmm. Misschien stond hij helemaal fout en is dat naar links buiten. Dat weten wij niet. hij had al overal gestaan voor ons in zijn invalbeurten. Nee, misschien is dat een keeper. Je zit al een heel seizoen te zagen tegen Buté, alleen wanneer mijn kick is. Misschien is dat een cricketspeler. Ja. Dat nooit weet. De penalties. Zoals dat Yatta Barré ooit feitelijk ook voor de Giants is gehaald en niet voor ons. Ja, inderdaad. Was Yatta Barré of hoe noemt hij? Ja, dat is hetgeen wat... Jonathan Bolingi. Jonathan Bolingi, denk je. Dat was het. De penalties. Wat mij opviel, en ik zal niet alleen geweest zijn, is dat het was bijna op leeftijd dat de penalties getrapt zijn. Dat is nou ook niet waar. Maar iedereen die in het begin trapte, waren de jongere spelers. Fiennes, oké, 24 al. Maar dan en de invallers. De invallers, ja, dat is waar. Dat is misschien een logischer... Fiennes, Zeno van den Bos, Scott... Ja. Eleni Kena. Tot dat straf dat ze de 16-jarige als tweede laten trappen. Of überhaupt en de eerste, die de hele match had gespeeld was Alderweireld. Ja, en Buté. En Buté. Ah, en Vermeer. Hey, voilà. Drie man toch. Maar inderdaad, jonge gasten die onze penalties namen alvast. Voor Fiennes en Van den Bos was dat dus geen succes, helaas. Ja, maar ik denk dat hij de opdracht had gekregen, mannen, niet te gemakkelijk. Maak het spannend. Eerste twee missen. Ja. En dan gaan we weer iets voor een mirakeltje zorgen. Ik weet het niet. Wouden de prijs van Buté, wat we terug in drijven. Dat kan ook. Voilà. Ik vond die van Fiennes in zijn nog niet zo slecht getrapt. Is ook goed gepakt door Koeken, maar die was in de hoek misschien iets te laag. Er zijn er slechter getrapt die binnenging, ik zal het zo zeggen. Ja. Dat klopt. Want Buté, dat is misschien ook wel het meest frappante moment, Bart, dat Buté dan zelf de zesde penalty neemt. Dat zal allemaal wel op voorhand zo afgesproken zijn. Maar ik had het toch niet zien aankomen. Jij wel? Nee, inderdaad. Maar goed getrapt. Zeker. Daar niks op aan te merken. Dus die mag van mij nog meer penalties trappen. Het schoonste had geweest dat ze hem had gescoord en direct daarna had gepakt en dan was de match ook gedaan. Ja. Dan had hij zo even allemaal Buté geweest. Nu zat er nog een bal tussen op. Ik denk dat het zo is was een met beetje spelen, zoals de beker, hè? Ja. Ah, ja, voilà. Ja, de penalty van Christopher Scott. Schone penalty. Die hey. Zo nog. Binnen is binnen. Dat was een free penalty. Heb je het gezien als hij terugwandelde? Hey, zo pakte hij echt in beeld. En in het begin zie je echt zo blazen. En dan begint hij echt te lachen. Zo van, oh, ik heb hier even chance gehad. Ja. Die had bekende Richieke voor. Die moest even slot wel in, denk ik. Ja. dus wij... Mechelen mist er dan nog drie van hun laatste vijf. Is dan. Dus de Antwerp pakt de Supercup. Mannen, is dat dan een treble? Of noem het gewoon de Superdubbel? Dat vind ik misschien nog de meer toepasselijke naam. Maar, een treble, hè? Ja, ik vind het geen treble. Ik vind dat een super plus, een dobbel plus, een dubbel max. Een triple, een triple. Een triple dan vers. Een triple dan vers, ja, dat is dan weer wel goed. Dat vind ik een mooie. Ik kan de credits niet opstrijken. Ik heb het gewoon een paar keer zien passeren op Twitter vandaag. En ik vond het schitterend gevonden. Ik kan niet geloven dat wij de eerste ploeg zijn die dat gedaan hebben. Kunnen een paar keer niet passeren? Niet de eerste ploeg die dat gedaan heeft, maar wel de eerste ploeg in hetzelfde kalenderjaar. De eerste ploeg die dat gedaan heeft, hè? Ja, maar Club Brugge heeft blijkbaar ook al eens gedaan, maar toen was voor het een of ander de reden die Supercup pas in januari. Ah ja, op die manier. Ah zo, ja. Okay. Misschien door een WK of zoiets, ik weet het niet juist. Ja.
wat dat er de reden voor was. Oké. Maar alleszins, historische prestatie. De podiumbouwers die hebben ook een historische prestatie neergezet. Door er toch wel drie kwartier over te doen. Doe verder, jongen. Als er daar een speler met zijn shoe had opgestaan die net een geperforeerde voetzool had. Echt. Dat kan ik niet zien. Mijn dochter van 6 jaar. Ze hebben echt laten zien. Hè, zo, en die waren er dan bezig. En dan zeiden ze, ah, het is opgelost. En dan filmden ze terug dat podium. En dan zag je al die vazen er weer steken. Mijn dochter van 6 jaar stond naast mij. Dat was haar tweede match. Dat ze kwam zien. En die zo... Papa, wanneer wordt die beker nu in de lucht? Want dat duurt zo lang. Dat duurt zo lang. Ja. Wordt er na elke match een podium gebouwd? Dit in Antwerpen wel tegenwoordig, ja. Ja. En dat is zelfs niet wel, inderdaad. we zullen eens naar de transfernieuwtjes gaan, maar misschien met een bruggetje. Mark van Bommel is nu al de meest succesvolle trainer ooit op Antwerpen. Dat heb ik ook op Twitter gelezen, maar... 2 keer nadenken had mij tot dezelfde conclusie gebracht. 3 trofeeën in 13 maanden tijd, beter gezegd. Straf en toeback. Maar dat heeft zo zijn gevolgen. Hè? We lazen daar straks online dat er al aan zijn mouw wordt getrokken vanuit Saudi-Arabië. Ik ben vergeten de naam van de club op te schrijven. Al-Shabaab, voilà. Al-Kebab. Al-Kebab. Ja, moeten we schrik hebben daar van Bommel? Nee. Die gaan nooit naar Al-Shabaab gaan. Okay, die was eigenlijk nu echt nog niet begraven in de woestijn. Eén die net al genoeg geld verdiend ook. Nee. Als er zo een bot zou komen van... Ja, een buitenlandse subtopper die ook zo... in Champions League spelen, zou ik er misschien wel schrik van krijgen. Mm-hmm. Maar dan nog, ik heb echt gehoord dat u het heeft. Ik zit goed in Antwerpen, vlakbij thuis, mijn zoon shot achter zijn hoek. Ik blijf hier nog wel een jaar. Ik heb echt gehoord dat je minstens nog een jaar gaat blijven. Bert, ik denk ook, als je nu zou vertrekken, is dat zo als een van zijn ex-ploegen om de mouw kon trekken. Ik kan zeggen, een Bayern München, een AC Milan, een Barcelona. Dat denk ik, als die eraan komen, ja daar kun je geen nee tegen zeggen. Hè? Jawel, next jaar, hup. Werden ze nog een beetje... Opgelost. Oké, Van Bommel blijft. Dat is, ik denk dat wel, ja. You heard it here first. Buté, daar kunnen we over twijfelen of die blijft. Hè. Er is dingen, hij wil vertrekken en hij mag vertrekken van de club als er een goede bod komt. Leek het voor jullie alsof dat Buté gisteren afscheid nam na de Supercup? Nee, ik heb niet het gevoel dat het zijn laatste keer is. Dit hebben we de volgende week sowieso ook nog al zien. Maar ja, een keeper is zoiets vreemd. Hè, dat voor andere spelers is er meer plek. Mm. En een keeper is echt, die gaat niet voor tweede keeper te zijn. Dus je moet ergens een ploeg echt nog een eerste keeper gaan zoeken. Maar al die ploegen beginnen een van de weken al te spelen. Mm. Dus ik denk, die klok tikt wel in de kans. Hoe verder dat we zitten, uiteraard logisch ook. Groter en groter dat die gaat blijven. Dat zou onze kansen op Champions League deelname wellicht verhogen als hij blijft. Ja. Dus van mij mag het zeker. In de penaltyreeksen, ik denk niet dat we al een penaltyreeks hebben verloren met Puté erbij. Dus, hij mag blijven. Er gaan geruchten dat er een Zuid-Afrikaanse linksvoetige verdediger in de tribune zat, die ook medische testen zou afleggen. Zijn naam heb ik niet hier. Maar, Mandela. Nee, ik weet het niet. Maar kijk, dus dat is een gerucht. Nog inkomend was er ook... Ik weet niet in hoeverre dat dit allemaal klopt, hè, maar ik heb vernomen dat men met Ramazani praat. Largi, als ik dat juist uitspreek. Ramazani, die zit nu bij Almeria in La Liga, dus de Spaanse hoogste klasse. Waarom zou Ramazani naar de Antwerp komen, Bart? Waarom niet? Dat is waar, maar als je al in La Liga shot, meestal is dat de stap dat je neemt nadat je bij de Belgstop hebt gespeeld, dan maakt een mooie transfer naar La Liga. Hij zit daar al, hij speelt daar. Waarom zou hij in een Antwerp komen?
Ja, heb jij de weerberichten gevolgd? Hoe warm dat het is? Ja, André, dat ik niet zelf. Die mens heeft gewoon wel nood aan frisse lucht. Hè. Nee, ja, waarom? Gewoon de mogelijkheid voor ja, Europees voetbal. Hè. Ik denk dat gewoon ook nog altijd wel het grootste platform is waar je je kunt tonen. Dat is ofwel Champions League of Europa League. Misschien hoopt je ook wel met zowat de verjonging en vernieuwing binnen de Rode Duivels voor daar in aanmerking te komen. Nou ja, dat is een dia. Nu weet ik wie dat is. Ik ben aan het denken, Ramazan, wie zijn er? Ja, dat is die jonge gast. Ik heb hem deze middag ook wel even op Transfermarkt moeten opzoeken. Nu denk ik ook niet dat het makkelijk is. Ik kende hem wel, maar voor wat meer info. Ja, als, dus, zo van Almeria naar ik zeg maar Atletico is denk ik moeilijker dan van een andere Europese ploeg die Champions League speelt naar Atletico te trekken. Ik zeg maar niet. Okay. Als je zo on the start in Spanje shot, is de kans om hoger op te geraken in Spanje moet ook, niet echt super simpel. Terwijl dat je bewijst in 3 matchen tegen Engelse toppers en zo, dan heb je heel de wereld gezien. Hè? Ja, feit. Bijvoorbeeld die verdediger van Club Brugge, ik zie nu even zijn naam kwijt, die naar Strasbourg is voor 20 miljoen. Silla. Ja. Silla, ja. Ai. Ze hebben die voor €200.000 gekocht. Maar ik zie er geen 20 miljoen in. Nee, maar ja, die heeft op zich degelijke wedstrijden gespeeld in de Champions League. En dat is gewoon... Mm-hmm. Bij wijze van spreken, ik overdrijf nu wel. Het is een transferprijs, wel ineens maal 10. Mm-hmm. Ja, daar gaan wij ook allemaal zien gebeuren waarschijnlijk. Nog een ander gerucht, dat gewoon op Transfermarkt stond. Kobbie Mainoo, een Engelsman, 18 jaar, centrale middenvelder. Bij Manchester United speelt hij nu in de jeugd, de U21. Dat wordt gezegd. Moeten we daar iets van denken? Als het zover is, dan moet mij er even op inwerken, zien wie dat is. Voilà. En zolang dat dan is, zit je in Man U bij de jeugd. Ja, voilà. Op zich is feitelijk niet meer dan logisch dat, dat nu de tijd komt dat... Dat Man U een satellietclub van ons wordt. Dus... Ja. Daar moeten wij onze jeugdspelers aan hen uitlenen of zo. Omgekeerde wereld. Ja, Vermeeren voor €200 miljoen mogen ze... Uitlenen. Mogen ze lenen. Ja. Ze betalen wel zijn loon. Kobbie Mainoo, dat is misschien een reserveoptie voor als het niet zou lukken met Mandela Keita. Dat is nu al niet rond. En wat we hoopten dat rond ging komen, is vandaag op maandag ook gebleken dat het niet gelukt is. Kelvin Stengs, niet naar ons, maar naar Feyenoord. Kwam dat is al officieel? Is dat nog niet officieel? Ja, de club, zelfs de Antwerpen heeft hem geluk gewenst. Is dat zo? Ja, ik zag op Facebook, dan kwam mijn vrouw van een groep in huis. Dat zou kunnen. Maar ik denk dat een antwoord op alle acties ook zijn. Veel succes, Calvin Stengs. Oké. Okay. Maar ik kan fout zien. Op Transfermarkt zat hem nog bij Nice, alleszins. Okay. Maar in Nederland, 1 uur geleden, volgens het AD, Feyenoord heeft beet. Calvin Stengs gaat 4 jaar contract tekenen in de Kuip. Ja, kijk, die hebben meer geld geboden. Die spelen rechtstreeks Champions League. En hij komt er zijn ex-trainer Arne Slot terug tegen, die hem heeft laten debuteren bij AZ. Dus ja, dat is allemaal wel... Ja, ik was er even kwaad om, maar ik hoorde dat het een ex-trainer was, en ik dacht van, oké, dan snap ik dat ook weer wel een beetje meer dan dat hij zo een trainer was dat hem niet kende. Zou ik het heel dom vinden van hem. Ik vraag mij wel af of hij dan terug op de flank gaat spelen bij Feyenoord, in de Eredivisie, of dat ze daar dan ook hebben gezien dat hij op de 8 of op de 10... beter. Ik hoop dat hij dat besproken heeft met die mensen. In Nederland scoort iedereen, hè, dus op zich maakt hij niet zo. Ja, ik heb gewoon zoiets, ja, ander en beter. Hè.
Dat is ook gewoon het risico dat je hebt met huurspelers, mm-hmm. die, waar je geen aankoopoptie hebt en die het goed doen. Hè? Ja. Je hebt feitelijk nu een jaar hebben ze ervan genoten, maar je hebt feitelijk vooral Nice en Feyenoord beter gemaakt. Ja, dat is gewoon zonde. Maar Nice heeft niet zo wat. Nice heeft gekocht voor 15 miljoen. En wat hebben ze nu gegeven? 8, geloof ik. Of ik weet niet van buiten. Dat is iets meer dan een Antwerp ging geven. Ik geloof dat Antwerp 6,5 ging geven. Ja. Dan zie ik vooral Nice geld kwijtspelen. En oké, er is nog wel een optie op procenten bij doorverkoop. Mm-hmm. Maar om dan 6 miljoen goed te gaan maken, een beetje veel voor meer procentjes. Ja, maar het is eerder dat het geval van had je bij Nice nu toch een jaar in een B-kern gezeten of het vorig jaar verschrikkelijk slecht bij ons gedaan, dan hadden ze er misschien maar 3 voor gehad. Op die manier bedoel ik van, iedereen heeft dan een goede zaak gedaan. Zeg, en als het niet lukt bij Feyenoord, dan huren we hem volgend jaar gewoon terug. Nog geruchten, is dat Bataille naar Augsburg zou kunnen gaan. Ik vind een huidige Bataille, die moet van mij absoluut niet vertrekken. Jonge Belg met de goesting en had 3 bekers op zijn kas. Come on, dan kun je niet. Augsburg speelt niet Europees, hè? Ja, dat weet ik niet. Die heeft toch zo'n boerenjaar gehad? Of was dat vorig jaar? Die zijn vorig jaar juist niet gedegradeerd. Als ik Een achterstand, ja. Dat was hij misschien het jaar daarvoor. Ik weet dat hij zoiets een jaar hebben gehad dat hij vierde, vijfde of zo zegt. Zwat. En Frey, die zou ook bijna weg zijn. Ik ben even vergeten waar. Ah ja, dat was zo Dynamo... Dynamo Zagreb. Ja. Maar we zijn er absoluut niet zeker van. Voor mij... Ja, ik wil niet zeggen hij mag blijven, want hij gaat eerst sorry moeten zeggen. Maar zo'n type, zo echt een reserve Jansen, als hem zich daarbij kan neerleggen, mag dan. Stel je voor dat je zo, om sorry te zeggen, terwijl er volk in het stadion zit, even zo langs de lijn op zijn knieën, heel het terrein afkrupt om sorry te zeggen, dan is het toch zoiets, blijf maar. Top? Van mij mag het. Ik denk dat je gewoon vorige winter... Ik denk, bij de meeste fans hebben zoiets van... Ja, het is allemaal zonder hem nog wel goed gekomen. Ja. Laat hem er maar bij. Maar ik denk dat je zwaar tegen de schenen heeft geschot. Van Bommel en Overmars en Saint-Jacques. Ik denk dat hij zoveel gedoe heeft gemaakt. Ja, dat schijnt. Hè. Dat ze die uiteindelijk verhuurd hebben gewoon voor die uit de kern te hebben. Dat hij niet voor meer miserie ging zorgen. Ja, dat is goed. Dus ik denk dat hij niet meer, echt niet meer goed komt. Ja, maar als hij echt op zijn knieën over heel het terrein klopt. Ik zie iedereen. Ik denk, hè, er is één manier hoe hij het kan goedmaken. Als hij Taya Mintjes kan verleiden en het allemaal regelen, hè, dan denk ik dat alle plooien zijn glad gestreken. Ja, in Zwitserland. Ja, dat is een Zwitser, daar valt misschien wel iets te regelen. Dat hij zo op Taya Mintjes zit. Oh. Nee, ondertussen op Paul Gijsens een high five te geven. Ja. Laat, dan moet ik deze aflevering weer als 18 plus gaan aanvinken op YouTube. Merci, Gerard. We zoeken dus een cartoonist. Sven Hardies. Ja. We hebben waanzinnig veel vragen binnengekregen van de luisteraars, waarvoor heel erg bedankt. We gaan ze niet allemaal kunnen behandelen, want we zijn al een uur ver. Onze eigenste Dirk Pieters, die vraagt, die heeft verschillende vragen. We zullen er eentje uitpikken. Ja. De meest... poignante mening. Verzwakt de competitie beginnen, dat vindt een Dirk. Dat we verzwakt zijn tegenover vorig jaar. Geron, wat vind jij? Really, Dirk? Allee, waar zijn wij verzwakt? Stings is er pas bijgekomen eind augustus, denk ik. Dan waren we wel bezig. Wij zijn helemaal niet... Ik zie niet waar wij verzwakt zijn. Jansen is al klaar om te spelen. Pacho. Waar zijn wij verzwakt? Oh, Pacho. Ja, dat is alles. Ja. Niet vervangen. Nee, maar wij zijn niet verzwakt, hè. Wij zitten in een winning stream, Dirk. Was het een Dirk ook die naar de positieve was ging komen? Die ging zijn best doen, maar... Ja, maar dat is niet... Die kan niks beloven. Die kan niks beloven.
Nee, ja, je merkt dat bij de Bob de Jong in onze WhatsApp-gevoel ook al. Hè. Het zit er al terug in, van oh nee, alles gaat naar de klote, iedereen is weg, niemand houdt van ons. Eén winnende match en die worden depressief. Ja, voilà, één een beker en het is al in de boom. bon. Die winnen volgend jaar de Champions League en dan zeggen die van, dan worden die depressief, want ja, dat gaan we niet nog eens doen. Weet je, in plaats van gewoon tegen Niet-Trekken gewoon. Voilà, ja, dan, er zijn er nog wel die mening toegedaan zijn dat, dat er te weinig nieuwe spelers zijn aangetrokken. Ik ben daar niet echt mee akkoord. Er zijn er nu... Maar we hebben nog een hele maand, hè? Ja, ja, 6 weken zelfs. Dus komt dik in orde. 1880 op Twitter, die feliciteert de lustige stappers. Daar hoor ik ook bij, voor de mensen die het gemist hebben. Slambop. Dan Dylan en ik, dat klopt. Volgend jaar moeten mee, Geron. Hoe is het met de beentjes? Ja, ça va. Hij vanmorgen is wel opgestaan met veel kniepijn, maar dat is gaandeweg overgegaan. Dus we hebben 30 kilometer gestapt van Herentals naar Den Bosuil, omdat Den Bob zo stoem was. Om ergens in mei te zeggen, als we de dubbel winnen, dan stap ik van bij mij thuis naar de Antwerpen. Dus we hebben dat dan gedaan. En ik wou vooral de luisteraars bedanken voor hun steun. We hebben op heel veel DM's gekregen en zo voor onze te ondersteunen. Er is een luisteraar lunch komen brengen. Ad hoc. Die vroeg, waar moet er op wel een pistolet liggen? En zo. Dus die zijn dat komen brengen, koffieke erbij. Er is een hele schone foto van een heel mooie vrouwke gepasseerd dat die ging langskomen. Is dat ook gebeurd? Bij mij weten niet. Misschien. Zo een, je kunt bij haar gewoon eten of niet. Dat wel, hè. Nee. Dat is mij ontgaan. Of mag ik dan die luid opzeggen, omdat je dat niet thuis hebt verteld? Het is mij oprecht ontgaan, dus stuur het straks maar door, Gerald. Dat was niet Dylan, die al lang niet meer op de kapper was geweest. En dan de Jonas, een andere luisteraar, die heeft dan van Oelegem zijn woonplaats ook meegewandeld met ons. Dus het was een gezellige bedoeling. Pittig wel, maar... Maar plezant. Nee, dat was toch die dingen, die Miss België of zo, weet ik. Céline van Nooit, ja, dat was een mopje, denk ik. Ja? Die dat echt gezegd heeft. Het mag, hè. Het ziet er een sportieve uit, ik zal het zo zeggen. Ja, absoluut. Dat is mooi verwoord. Het ziet er een sportieve uit. Ik probeer nog een vraag te zoeken. Ah, hier, de Mirko Moreels. Dat is natuurlijk wel een van Mechelen. Hè. Maar die vraagt, hoe lang moet Avila geschorst worden? Geron, hij richt zich aan jou. Goh, ik denk nog één speeldag. En het is afai, hè. Er zijn geen potten gebroken, botten gebroken. Nee, er zijn er nu 2 en 1 voorwaardelijk. Ik denk, oh, ça va, kom, één speeldag. Maar ik vind wel dat hem daar ook moet leren van... Beste vriend, deze was het niet. En nu wil ik even een matchje op de bank zitten, ga dan nog eens kijken en ga je laten zien hoe dat moet. Nou, alright. Maar ik vind feitelijk dat het systeem niet eerlijk is. Want je speelt een wedstrijd los van de competitie, je pakt er rood in en je wordt geschorst in de competitie. Ja, als die match georganiseerd wordt door de Belgische Voetbalbond, dan is dat tegenwoordig allemaal zo een grote... Bij de schorsingen loopt dat dan doorheen. Maar dat is ook als je bijvoorbeeld in de finale van het WK een rode kaart zou pakken, dan loopt dat ook door in het jaar daarna in de voorrondes. Ja, vooral dat je dan... Ja, dat WK, dan zou je zeggen, na het toernooi vervalt dat. Nee, dat is dus niet. Gele kaarten wel, maar geen... Klopt. Ja, maar dan zit er nog een beetje in dezelfde... internationale competitie. En nu een beetje in de nationale competitie. Ja. Ja, ik vind het toch anders. Ja, maar het is we hebben een extra match waar wij ook extra kwetsures door kunnen hebben. Dat is ook oneerlijk. Maar weten we wat ook oneerlijk is? Wij kunnen een extra prijs pakken en de rest niet. Snap je? Dus ja. Het is allemaal niet eerlijk. Het is allemaal tegen ons. Ja, dat is weer al duidelijk. Ja. En we degraderen. Ja, Mats Proost op Twitter, die gaat een Ondrejka fanclub oprichten, nu al. De Jacobijnen is de naam. Goeie naam. Ja, een mooie geschiedkundige naam. Ja, voilà. Nu, de Jacobijnen hebben wel zwaar op hun doos gehad, denk ik, in de geschiedenis. Dus je moet daar misschien een beetje mee oppassen. Dat hoofdstuk ben ik vergeten. Ja. Noah Mertens, nog altijd op Twitter, die
Die merkt minzaam op dat de sfeer op Den Bosuil niet al te best was. Hij zegt, de sfeer zat er nog steeds niet top in. En dat na een kampioenjaar. Ik zal voor mezelf spreken. Normaal ben ik wel iemand die lustig meezingt en brult. Maar ik heb deze match, misschien ook door die wandeling, wel echt wel heel relaxed beleefd. Dat heeft alles te maken, denk ik, met het feit dat voor mij niet zo'n belangrijke prijs is. En de zin is ook een galamatch aanvoelde. De zin is toch wel raar. De sfeer zit er nog steeds niet. Het was de eerste match. Hoe kan de sfeer er dan al goed in zitten? Het is nog. Dat lijkt zo wel. We hebben al 3 matchen gespeeld en de sfeer zit er nog altijd niet goed in. Ja, Noah is ook een depressieve day, denk ik. Maar ik snap het wel. Want de sfeer was inderdaad niet geweldig goed. Maar ik heb daar zelf ook absoluut niks aan bijgedragen. Ik zal volgende keer beter mijn best doen, Noah. Bart, heb jij je best gedaan met zingen, brullen, gieren, troosten? Dat viel wel mee. Ik heb het... Het was inderdaad misschien iets minder dan anders. Want ik kreeg op een zeker moment ook van mijn dochter te horen dat ik in mijn handen moest klappen. En waarom dat ik altijd zat te babbelen. Kijk je naar de voetbal. Die was nogal redelijk fanatiek. Kinderen, eerlijk, hè? Ja. Papa, deze is uw ploeg en je zit niet te kijken. Je zit niet te kijken. Ik was wel aan het kijken, maar ik was dan ondertussen met een Bob of met een Gunter of met de Koen even over iets aan de match. Maar zij vond zoiets van, nee. Je moet niet babbelen ondertussen. Ja, maakt hij dat dus, Nee, voilà. Babbelkousen. De Jurgen Jansen op Instagram die vraagt, wordt je het winnen van een trofee zo snel gewoon? Wellicht misschien ook alluderend op de iets mindere sfeer. Zijn we verwende nesten geworden, met andere woorden, Geron? Nee. Maar ik denk dat de explosie op het einde van het jaar zo hard, zo groot was, dat er even in die buiken geen spanning zit. In die spanning kost je ook terug ophouden tijdens de competitie. Maar er is 66 jaar spanning uitgebreid geweest in de laatste matchen van de play-offs. Want er waren er een paar ook tegen Brugge. Er is zoveel emotie gegooid. Ja, ik denk dat hij zich een beetje terug moet ophouden. Maar dat komt wel terug. Ja, en ik denk ook, en dat is nu geen verwijt, maar iets wat je bijvoorbeeld tijdens een reguliere competitiewedstrijd niet ziet, is iedereen komt dan gewoon binnen en gaat naar de plek waar ze ongeveer altijd zitten. Mm-hmm. Gisteren heb ik echt enorm veel mensen gezien met een ticketje, afgedrukt ticketje in de hand, te zoeken waar dat ze zaten. Okay. Ik denk dat sowieso ook wel veel nieuwe een verschil maakt. Mensen die al een tijdje niet meer veel nieuwe mensen of mensen die gewoon ook... Geen abonnees. Geen abonnees en nu een beetje chance dat ze nog eens zijn kunnen gaan zien. Omdat het in de zomerperiode is. Een volledige bus van een okra tussen de staansupporters. Stop mij hier, Roger! Wat staat er op uw ticketje? Al die vliegende rollators. Jordi Koveliers van Kamp, dat is zijn volledige naam, die vraagt, als wij nog ene gerichte transfer mogen doen, wie dan? Hebben wij iemand die gedachten die we zeker willen binnenhalen? Hij stelt zelf voor een Thorgan Hazard, vraagteken. Een centrale verdediger, vraagteken. Bart, als jij mocht kiezen, binnen de grenzen van het realistische, welke positie of welke naam wilde jij zeker zeggen? Dennis de Funder, even. Ik was aan het denken. Doe maar zat. Lukaku wilt weg. De juiste Lukaku nu. De juiste Lukaku. Mbappé wilt weg. Isco heeft geen club. Maar ik denk dat we... ik zou toch nog wel graag een centrale verdediger er nog bij zien, een centrale middenvelder of een polyvalente middenvelder. En misschien toch ook nog wel een back erbij.
Dus ik zou op 3 posities... Zeker ook omdat je... Ja, je mikt wel voor op 3 fronten mee te spelen. Ja, dat is zo. Vorig jaar waren het maar 2 fronten. En dan zeg je ook op een zeker moment... Dan zet een elf en het vierde middelbaar op de banken. ja. dan dachten we ook van... Amai, nee, te veel spelers. Maar op de duur... zetten we er allemaal mee jonge gastjes op de bank. Dus ik denk zeker als je gewoon meespelen op 3 fronten, is wel wat extra... Bij extra man nodig. Ja. Geron, had jij een naam in uw hoofd? Ja, ik zou ook van nog naar rechts en back gaan. Dat is een Belg, maar dat was een rechts en back van Charleroi vroeger. Ik weet niet wat hij nu zit. Ah ja, Kayembe. Dat vond ik altijd wel een goeie. Joris Kayembe? Nee, vorig jaar al een minder jaar gehad, maar ik denk... Ja, maar die is juist nog Genk getransfereerd. Is het zo? Ja. En dan zou ik die Japaner willen kopen van weet je, van Cirkelen. Ueda, hoe heet hem? Ik wil een goede Japaner kunnen in ons ploeg. Ja, we gaan nu ons eerste jaar zonder Japaner hebben. Ja, ik wil toch een goede Japaner. En in Ueda, dat is weer het klein vinnig zot. Ofwel die Japaner die nog maar 1 keer heeft gescoord bij Brugge, maar ons wel mee kampioen heeft gemaakt. Die in Homma, of hoe heet hem? Homma, ja. Homma. We doen maar Ueda. Oké. Genoteerd. Wat vinden we van de nieuwe tenues, Bart? Ja, ik had gewoon een heel harde flashback. Maar de tenues waar ik er zelf ook eentje in mijn kast heb nog liggen. Die van Sunweb. Met Sunweb. Ja. Ik had die gisteren al echt... een ding. Ik had... Ja, inderdaad. Ik heb de foto gezien. Een heel harde flashback. Ik ben gewoon een fan, maar ja, dat is een persoonlijke mening, van effe truitjes. Ja. Ik zie graag dan volledig rood of volledig wit. Wel met zo, wel met accentjes, maar zo een, zo in 3 vlakken verdeeld. Ja, ik vind dat minder mooi, maar dat is een persoonlijke voorkeur. Ik ben fan. Ik vind het mooi. Okay. Ik vind wel, hoeveel keer gaan we nou op 3 maanden tijd van tenuukjes wisselen? Ja, dan is het hopelijk wel even gedaan. De away tenuukjes voor... hebben we ook nog niet gezien. Hè? Nee, maar chapeau voor de mensen die elke keer de nieuwste tenue willen hebben. Want die weten waarop ze gaan werken. Ja. Ivo Mareel die stelt dat die lange zijde is nog steeds niet toegankelijk voor het publiek. Dus hij bedoelt tribune 2. Ivo, ik raad u aan om even de archieven van de Gazet van Antwerpen in te duiken begin juni, midden juni. Dan zal alles u duidelijk worden. Als hij hem heeft geluisterd, dan weet hij dat vrij dat allemaal wat oplossen. Ja. Klopt. Olivier Schumi die vraagt, zijn we niet de enige ploeg die goede techno en retro spelen voor en na de match in plaats van slagers? De Bob is die hoopt dat we daar verandering in brengen, dat we weggaan van de techno en retro. Geron, jij ook? Ik wil er niet van weg, maar ik wil dat er wat meer variatie komt en dat er ook wat rockmuziek tussen komt. Ja. Maar dat is omdat ik gewoon... Ik kon niet naar Tomorrowland, ik kon naar Werchter en er zijn nog wel mensen, ik kon nog Graspop. Dus dan heb ik voor mij wat gitaargeweld tussen. En dat is even pompend als de jaren 80 house. Ik vind ons dieke wel leuk als we gescoord hebben en zo. Mm-hmm. Maar heel een tijd zo in een Tomorrowland van 1972 binnenhandelen, hoeft voor mij ook niet altijd. Alright. Dan daarop aansluitend vraagt iemand die zich Realmo 6 noemt, of dat Eye of the Tiger afgeschaft is als de ploegen op het veld komen. Het viel mij ook direct op. Ze speelden al de tune van de Jupiler Pro League, van de Pro League. Bij het opkomen en dan nog eens wanneer dat alle spelers op een rijtje staan en ze met de camera langs gingen. Ik denk dat het de orders waren van de Pro League zelf. Ja, dat is supercup, want tijdens een beker van België is dat ook niet gespeeld. Hè? Allee, omdat dat dan met twee ploegen is. Hè?
Dus dan is dat... Ah ja, op die manier. Ja, ja, oké. Okay. Ja, dat ja, gewoon ook protocol is met dan eigenlijk een neutraal... Ja. Ja, het is eigenlijk neutraal, maar dat wordt dan gespeeld in ons stadion omdat wij landskampioen zijn. Ja, maar de beker van, met de beker in de Heysel wordt dat ook niet gespeeld. Het is gewoon een neutraal voor de beide kanten. Goed gezien, goed gezien. Goed gezien. Ik heb er al een hele complottheorie achter gezocht. Je heeft niet aan gedacht. ik zeg het, we hebben echt een stuk of 50 vragen binnengekregen. We moeten hier afronden, denk ik. Manna, merci. Het nieuwe seizoen is bezig. Ja. Het is begonnen. Het is wordt er al weer een zalig, hè? Een aflevering met een uur en een kwartier. Denk ik. Voilà. Het wordt weer een hell of a ride, sowieso. Wat dat dan? Met een titel, met een dubbel, met een triple, met een treble. Gaat eindigen, dat zullen we allemaal zien. Maar Thomas, ik ben blij dat Jelle er terug bij zijn. Ja. Thomas komt er van de week ook al een aflevering met de voorbeschouwing. Op de we gaan dat proberen, Geron. We hebben al niet veel tijd tegenwoordig. Dat moet allemaal gemonteerd gaan. Ook, hè, vriend, come on. Dat opnemen, ze wat opdagen. Nu ik een lullen, dat is gemakkelijk. Kijkers in de luisteraar. Ja, ja, natuurlijk. In die awards. En jongen. Komt er nog een nieuw boekje, Thomas? En dan stuur ik ze niet op. Dan stuur ik ze niet die planning uit. En dan iedereen, ik kan niet. Ja, ja ik, weet je, deze is de enige periode dat ik maandagen kan. Ah, ja, dat is waar. We moeten vanaf september kan ik maandagen niet. Dus ik ben blij dat ik zo nu de maandag heb. Bon, begon er terug vaart achter zitten met de deze vierkante paal werd u gebracht door Bpost. Oh, dan krijg je pas in 3 weken, of niet? Ja. Sorry, Thomas. Sorry. Ik kan er allemaal tegen. Merci, mannen. Tot binnenkort. Het is duidelijk dat je een A-post, hè? Dus in Billist, hè? Nee. Ze weten zelf dat ze... Eigenlijk is het C-post. Mannen, merci. Ja. Veel een tijd. En Thomas, graag gedaan. Tot zeer binnenkort, hè? Zie dat je absoluut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tadaa.